VOCA Open Bedrijvendag gaat volop voor virtueel. Neem op zondag 4 oktober een kijkje op openbedrijvendagvirtueel.be en ontdek het programma van onze live virtual day. All systems ready. Vier samen met ons onze 30ste verjaardag en laat je inspireren door een unieke blik achter de schermen bij Vlaamse en Brusselse bedrijven. VOCA Open Bedrijvendag op 4 oktober. Samen met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag 1 en Radio 2. Goedemiddag, daar bent u opnieuw. We zijn al de hele dag virtueel en we, dat zijn VOCA Open Bedrijvendag. Op openbedrijvendagvirtueel.be kunnen we de hele dag bedrijven in de kijker zetten. En dat hebben we ook al gedaan sinds 9 uur vanmorgen. Roularta Media Groep is onder meer gepasseerd, de Belgische Marine. We zijn langs gegaan bij een stokkerij, stokkerij Rubens, Bellewaarde, politiezone Ruppel. We hebben al heel wat bedrijven gezien. En al die bezoeken, mocht u nu pas voor het eerst kijken, die kan u nog weken en maanden herbeleven op openbedrijvendagvirtueel.be. Open Bedrijvendag is een samenwerking van heel wat partners, daarbij ook Roularta Media Groep, het bedrijf waar we de dag mee begonnen, maar ook VRT met 1 en Radio 2 en ING en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Zij allemaal samen brengen deze Open Bedrijvendag bij u. Wij staan in een virtuele studio in Genk. Painting with Lights heet die. En niet alles wat u hier ziet is echt, dat is ook virtueel. En dat is met een green key, voor zover u dat iets mocht zeggen. Alles wordt geprojecteerd. En zo komen we live bij u. Als u vragen hebt op deze Open Bedrijvendag, dan kan u die stellen via openbedrijvendagvirtueel.be. Meepraten online kan met de hashtags Open Bedrijvendag of met de hashtag volop virtueel. Bedrijven die we een plekje in het zonlicht geven vandaag. Het zijn allemaal bedrijven waar we eigenlijk niet elke dag zomaar kunnen langslopen om te zeggen, toon eens hoe je werkt en daarom is er Open Bedrijvendag. Het is vandaag 4 oktober. Ik wil ook al een afspraak maken met u voor volgend jaar. Dan hopen we iets minder virtueel te zijn, maar dat zal allemaal afhangen van een coronavaccin. En dan hopen we ook voor een stuk toch weer fysiek de bedrijven de deuren te kunnen laten openen en u daar langs te laten lopen. Maar met het gure weer van vandaag vindt u het misschien niet eens zo erg dat u vanuit uw luie zetel of van waar u dit evenement ook aan het volgen bent, gewoon kan volgen zonder dat u buiten moet komen. 4 oktober vandaag, dat is elk jaar ook Werelddierendag. En kijk, we hebben een virtueel bezoek aan het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Want corona heeft ervoor gezorgd dat wij allemaal wat minder mobiel zijn. Maar voor sommige mensen is dat corona of niet altijd het geval. En dan kunnen zij gelukkig een beroep doen op een geleide hond. En hoe dat achter de schermen er allemaal aan toe gaat, dat kunnen we nu zien. Dit is het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Welkom in het Belgisch Centrum voor Geleide Honden in Tongeren. Open Bedrijvendag, weliswaar virtueel. Kom maar mee. 30 jaar geleden is Adrien Valkenborg gestart met het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. En wij vonden dat wel een goede gelegenheid om nog eens terug deel te nemen aan Open Bedrijvendag. Om te tonen achter de schermen wat wij te bieden hebben. De missie van het Belgisch Centrum voor Geleide Honden is de mobiliteit van blinde en slechtziende mensen te vergroten, zodanig dat zij ook terug actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. We doen dat hier met een team van 15 mensen. Maar daarnaast hebben we een hele grote groep van toch wel gepassioneerde en geëngageerde vrijwilligers die ons dag in, dag uit helpen, ondersteunen om de geleide honden gratis te kunnen geven aan blinde en slechtzienden. Ja. Nu, uiteraard, wij hebben ook onze werkingskosten, evident. En 90% van onze werkingskosten halen wij uit donaties. En 10% komt uit onze toch wel beroemde topjesactie in heel Vlaanderen, heel België. Hier ziet u op deze muren een aantal van onze sponsors die 5 jaar geleden BCG geholpen hebben financieel om ons trainingscentrum te renoveren. Serviceclubs, uiteraard vrijwilligers. We gaan naar het volgende. Dit is onze administratieve afdeling. We hebben hier iemand die fulltime bezig is met fondsenwerving, met vrijwilligerswerking, uiteraard marketing en social media en administratie. Dus deze mensen ondersteunen ook natuurlijk de hele hondenafdeling.
In deze ruimte geven wij normaal gezien in niet-coronatijden voordrachten aan scholen, aan andere organisaties en geef ook infosessies voor onze pleeggezinnen. Opnieuw die vrijwilligers die wij nodig hebben, want dat is de hoeksteen van onze organisatie. Geen vrijwilligers, kunnen ook geen pups plaatsen, hebben ook geen geleidehonden. Daar ziet u een kaart van België met de spreiding van onze geleidehondgebruikers. Op dit moment hebben wij ongeveer 60 actieve teams, geleidehondgebruiker en zijn hond. We hebben ongeveer ook een 50 honden in pleeggezinnen zitten, zowel pups als moederhonden of honden die in training zijn. Dit is het hart van ons trainingscentrum. Hier is het bureau van onze trainers. Hier maken zij ook hun rapporten na een trainingsdag. En die wand is misschien wel de belangrijkste wand van het hele hondenproces, van onze hele organisatie. Vanaf de geboorte van een pup totdat hij een professionele geleidehond is, neemt ongeveer 2 jaar in beslag. Het is een vrij complex proces. En daarom hebben we 2 jaar geleden ook beslist om een eigen breedingcentrum, een eigen kweekcentrum te starten, zodat wij onze eigen pups kunnen kweken, keuze kunnen maken van het juiste kweekmateriaal. En we hebben nu 8 eigen moederhonden, zodat we ook zelf kunnen kiezen welke combinaties dat we maken van reu en moederhond. Op dit moment hebben we ongeveer 35 pups in pleeggezinnen. En de pleeggezinnen die zorgen ervoor, onder begeleiding van 2 puppy-instructeurs, dat de pups gesocialiseerd worden. Socialiseren wil zeggen dat de pups wennen aan levende wezens, mensen, dieren. Ook habitueren, dat is gewoon worden aan objecten, een bus, een verkeersbord, een trein enzovoort. Allemaal dingen die zij in hun professionele leven ook gaan nodig hebben om stabiele honden te zijn. Als de carrière, de opleiding ten einde is van onze universiteit, bij wijze van spreken, dan gaat de trainer kijken met welke persoon kan ik die hond matchen. Op dit moment hebben wij 40 mensen die wachten op een geleide hond. Jaarlijks leveren wij 10 honden af, dus dat is ruim onvoldoende. Als er een goede match uitkomt, dan komt de persoon, de kandidaat geleidehondgebruiker, naar ons centrum en zal hier gedurende 14 dagen verblijven om te gewennen met de hond. Is dat succesvol, dan gaat onze trainer 3 tot 5 weken in thuisklas doen. Op de locatie waar dus de cliënt woont. Nu, dat is een hele kost, zo'n hond. Kost 25.000 euro. Dus dat is niet evident. Dus belangrijk is dat wij zo succesvol mogelijk zijn in het opleiden van onze honden, in het begeleiden van onze pleeggezinnen. En daar zit de sleutel tot succes. Goede pleeggezinnen ondersteunen door onze pup-instructeurs. Nu gaan we even naar het dierenartsenkabinet. Wij hebben 2 dierenartsen in dienst, want het is heel belangrijk het welzijn en de gezondheid van de honden, zowel op medisch vlak als gedragsmatig. Onze criteria zijn best wel streng, dus wij doen een heel uitgebreid orthopedisch onderzoek, een hartonderzoek. De ogen worden gecontroleerd en uiteraard ook het DNA-materiaal om met de beste honden te kunnen kweken. Alles in orde, Christine? Ja. Denk jij dat het klaar is voor de match? Het is klaar. Perfect. Goed zo. Mickey, succes! Prima. En dan gaan we eens kijken naar de andere honden in de kennel. Dit is dan de kennel van onze honden in opleiding. De honden die eigenlijk aan de universiteit zitten. De eerste weken komen de honden hier effectief in een kennel binnen en daarna gaan ze ook weer naar gastgezinnen. Kom maar verder. Naast onze vrijwilligers hebben wij uiteraard ook sponsors, belangrijke partners. En een van die partners is Hills. En Hills zorgt ervoor dat wij ook kwalitatieve voeding hebben. Naast Hills is ook de Nationale Loterij een heel belangrijke partner voor ons naar werkingsmiddelen toe. Een belangrijk detail nog in de opvoeding van de honden is op het juiste moment hun behoefte kunnen doen. En daarom zorgen we ervoor
dat de honden tijdens hun opleiding op verschillende ondergronden op commando hun behoefte kunnen doen. Zowel gras, harde ondergrond als bijvoorbeeld kiezelstenen. Achteraan ziet u nog een parcours. Dat is niet zomaar een parcours, maar dat is een parcours waarbij de honden eigenlijk hun lichaam leren verkennen. Hun lichaamsbesef leren hebben van welke poten moet ik omhoog lichten om een trap op te lopen. Het lijkt eenvoudig, maar het is wel zo. En dat is iets wat wij gesponsord gekregen hebben van een lokale school en daar zijn we eigenlijk heel tevreden van. Wat we hier willen tonen is het verschil tussen een blinde geleidehond, werken met een blinde geleidehond en een wandelstok. Onze instructeur is nu geblinddoekt uiteraard en dan kan je zien hoe vlot het loopt om met een blinde geleidehond te werken. Het ziet er goed uit, toch? Vlekkeloos, snel. Heel mooi. Ja, goed gedaan, Mucky. Ja, je ziet hoe mooi er ons project is, hè? En daarom doen we echt nog een oproep voor pleeggezinnen. En ja, ook wel financiële steun, want we willen groeien in onze organisatie om meer mensen mobiliteit te geven, maar ook meer pleeggezinnen. Want geen pleeggezinnen wil zeggen binnen 2 jaar ook geen geleidehonden. En zal onze wachtlijst uiteraard alleen maar stijgen. En dat is wat we willen voorkomen. Goed gedaan. Chic. Mooi. Goed zo, Mucky. En zo zijn we op deze herfstdag toch collectief gesmolten voor al die schattigheid die daar samen zit in dat Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Maar met één groot doel voor ogen, anderen helpen natuurlijk. En daar kan u ook bij helpen. We gaan praten met de man die u net al in het filmpje zag. Dat is Arthur van den Bos. En als u vragen hebt voor Arthur en over het centrum, dan kan u die stellen op openbedrijvendagvirtueel.be. Gewoon even schriftelijk vraagje achterlaten, dan leg ik ze voor aan Arthur. En als u via Zoom aan het volgen bent, dat kan ook, dan kan u die vraag live stellen. Gewoon de camera van je Zoom zeker niet vergeten opzetten. Even klikken op participants en dan ziet u daar een handje staan. Een handje dat zwaait en dat wil, dan weten wij ook dat u zwaait naar ons en dat we de vraag kunnen doorspelen. Arthur, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een zeer trotse man, zag ik. U smolt zelf nog een beetje weg, terwijl ik denk, ja, u ziet dat elke dag, u bent daar elke dag mee bezig, maar het ontroert u elke dag opnieuw? Ja, absoluut, omdat het zo belangrijk is. Wij hebben 60 gebruikers en slechts 1 persoon daarvan is blind geboren. Dus 59 gebruikers van onze teams, van onze honden, zijn blind geworden door ofwel erfelijke aandoening of door ongeval. Dus het kan iedereen overkomen. En mobiliteit, en ik denk dat veel mensen dat nu ervaren hebben met corona, dat dat een serieuze hypotheek legt op de beperktheid van bewegen. Absoluut. Het ziet er virtueel uit alsof die hond achter u echt is, maar dat is niet zo. Het is een foto, hè, voor alle duidelijkheid. Dat is een foto, ja. En is het een hond die jullie hebben opgeleid, die ook een naam heeft, of is het zomaar een foto? Nee. Het is absoluut een hond die we hebben opgeleid. En zij heet Aika. En zij is op dit moment actief iemand aan het helpen in mobiliteit. Absoluut. Ja, prachtig. Mooi om te zien. 1,5 meter moesten we allemaal houden en moeten we voor alle duidelijkheid nog houden. Laat ons dat niet vergeten. Geldt dat ook voor honden? Ja, dat is, corona is bijzonder moeilijk. Niet alleen voor ons centrum om onze werking goed te kunnen doen, maar ook voor de blinden in eerste instantie. Want wij kunnen geen honden opleren om 1,5 meter afstand te houden. De voetpaden zouden gewoon te smal zijn. Een hond die is wel opgeleerd om zich te bewegen binnen een breedte van 1,5 meter en 2 meter hoog. Maar nooit een afstand tussen mensen, nog eens 1,5 meter houden, is onmogelijk. Wat jullie doen is honden opleiden, die koppelen aan mensen, aan gastgezinnen ook. Hè. We hebben de hele werking net uitgelegd gezien in de rondleiding. Wat ik me dan afvraag, we moesten allemaal verschillende coronaregels in acht nemen. Jullie ook natuurlijk. Hebben jullie achterstand opgelopen met training of hebben jullie dat kunnen opvangen? Ja, absoluut. Dat is een heel moeilijke periode. Op het bureau hebben wij met shiften gewerkt om bezetting zo laag mogelijk te hebben. Maar voor onze puppy-instructeurs en vooral ook voor onze
trainers was het bijzonder moeilijk, want een aantal classes, een aantal bezoeken zijn niet kunnen doorgaan, omdat er ook mensen zijn met een bepaald risico. Maar anderzijds is er nog een ander fenomeen waar mensen vaak niet aan denken. En dat is door corona, maart, april, mei, waren een aantal verplaatsingen niet meer mogelijk. Geen essentiële verplaatsingen. En een hond dekken is ook geen essentiële verplaatsing. Dus we hebben op een gegeven moment een probleem gekregen dat er maart, april, mei geen honden meer gedekt zijn. Dus er zijn ook geen pups meer ter beschikking voor die maanden. Meer nog, heel veel mensen zaten thuis en hebben een pup gekocht. Dus als je op dit moment een pup wil gaan kopen bij kwalitatieve fokkers, dan moet je wachten tot einde 2021. Nu, wij hebben het geluk gehad dat wij 2 jaar geleden zelf begonnen zijn met een breedingscentrum en dat dat voor ons op dit moment niet zo'n groot probleem is. Maar we helpen op dit moment ook andere scholen verder met pups. Ja. Ik weet niet of honden daar evenveel plezier aan beleven, maar dus dat plezier voor hen werd ook even uitgesteld. Of is het zo zakelijk als u het doet klinken? Nee, het is niet zo zakelijk. Maar goed, als er geen dekkingen zijn of er zijn geen pups, dan is er de realiteit dat er ook absoluut geen opleiding kan zijn van pups. Dat is waar in het verleden toch wel serieus mee kampten. En dat is waar eigenlijk onze hele wereld mee kampt. Wereldwijd, internationaal, is er een probleem van kwalitatieve honden. En vooral dan te starten met pups, ja. De vragen die stromen binnen eigenlijk al de hele dag en daar zijn we erg blij voor op openbedrijvendagvirtueel.be. Kan u die vragen nog stellen? Mieke vraagt zich af, wat gebeurt er met honden die op het einde van een opleiding of tijdens een opleiding toch niet geschikt blijken te zijn om als geleide hond aan de slag te gaan? Ja, dat klopt. We hebben 50% van onze honden die het niet halen tot geleide hond. Wij trachten die honden toch altijd een professionele carrière te geven. En we gaan eerst kijken bij woonzorgcentra. Anderzijds ook bij onze collega's van assistentiehonden, die niet het geleidewerk doen voor blinden. Maar ook politie, douane. Op dit moment lopen er 2 honden in John F. Kennedy, New York Airport. En zij doen daar controle als stille honden. Ook op Sabena zijn er ook 2 honden van ons die hun werk doen bij de politie. Ja. Ja, dat is mooi dat ze inderdaad niet zomaar aan hun lot worden overgelaten. U lijkt mij ook de man er niet naar om honden aan hun lot over te laten. Het is mooi dat die een tweede toekomst krijgen. Wat ons hier allemaal opvalt, terwijl we naar die beelden aan het kijken waren, is dat al die geleide honden ontzettend schattig zijn. Maar ik neem aan dat dat niet de voorwaarde is om als geleide hond aan de slag te mogen. Maar op basis van wat maken jullie dan een keuze? Zijn er rassen die wel en niet zich dienen of die dienen om als geleide hond aan de slag te gaan? Ja, wij werken op dit moment hoofdzakelijk met labradors, omdat de will to please bij die honden heel groot is. Ook met golden retrievers, soms ook met kruisingen. En de beste resultaten worden bekomen met kruisingen tussen labradors en golden retrievers. Maar anderzijds ook kruisingen met koningspoedels. Geven heel goed resultaat. Sommige scholen werken ook met witte herders. Dat doen wij niet. Omdat voor pleeggezinnen is dat ook een andere manier van aanpak en niet noodzakelijk gemakkelijker. Ja. Cathy vraagt zich min of meer af, ik moet het een beetje samenvatten, hoe blind moet je zijn om van zo'n hond gebruik te kunnen en mogen maken? Iemand met verminderd dieptezicht, vraagt Cathy, en een lui oog. Kan die ook aanspraak maken op een blinde geleide hond? Vanaf 30% zichtbaarheid kom je in aanmerking voor een geleide hond. En er is uiteraard ook een attest van een dokter voor nodig, uiteraard. Ja. Mireille, denk ik, heeft plannen om zich als pleeggezin op te geven. Wat moet ze daarvoor doen? Wij hebben een website. We hebben ook gebruik gemaakt van Open Bedrijfdag om onze nieuwe website te lanceren. En we hebben anderzijds ook een afgeleide website, www.puppyzoektpleeggezin. Puppy zoekt pleeggezin en daar heb je een wizard en daar kan je een aantal vragen antwoorden en dan kan je kijken, ben ik geschikt als pleeggezin. Maar we hebben verschillende vormen van pleeggezin. De meest makkelijke vorm van pleeggezin is een vakantieopvang. Dat kan een weekendje zijn of dat kan 2 weken vakantieopvang zijn. Een andere vorm is opvang voor kweekmoeders. Dan heb je een hond op 2 jaar leeftijd, die komt 4 maal in ons centrum bevallen. En na zijn carrière blijft dat uw hond. Er is ook de mogelijkheid om een pleeggezin voor een hond in training. Dan komt hij 's avonds bij u thuis en in het weekend. En de meest uitdagende is uiteraard de socialisatie van een puppy. En daar zijn inderdaad een aantal criteria aan verbonden. Je moet 18 jaar zijn, liefst geen kinderen onder de 5 jaar.
Je moet een omheinde tuin hebben en de puppy mag niet langer dan 3 uur alleen zijn. En ook nog interessant, logistiek vlak, liefst Limburg, Oost-Vlaanderen, Antwerpen of Vlaams-Brabant. Want onze puppy-instructeurs die gaan die mensen uiteraard ook begeleiden. En je moet ook naar eenmaal per maand naar een puppydag komen. Verder zijn alle kosten gedragen door het BCG. Dus voeding, verzorging, dierenartsen is allemaal gedragen door het BCG. Alleen groot engagement en een hart voor dieren. Ja, Marleen vraagt, en ik wil u niet tot vervelende uitspraken dwingen hoor, Arthur, maar is er een geslacht dat makkelijker is dan het andere? Wie zijn de moeilijkste, de mannen of de vrouwen? Dat is een heel goede vraag. Ik heb er geen flauw idee van. En ik denk niet dat je kan zeggen de reuwen zijn makkelijker dan de teven. Nee, er is, voor zover ik weet, geen wetenschappelijke onderbouw die daar uitsluitsel over geeft. Dan ga ik u verder ook niet dwingen om een keuze te maken. Mireille vraagt, en dat is al voor een stuk beantwoord, dacht ik, in de virtuele rondleiding, of in de rondleiding die we net hebben gezien, is goed, zo'n of een blinde kan een blinde geleide hond, hij kan daar gratis gebruik van maken. Maar de opleiding die jullie voorzien, die kost wel wat geld. Hoorde ik u nu zeggen 25.000 euro? Ja, absoluut 25.000 euro. En als je veel afkeur hebt van honden, gaat het uiteraard stijgen, want je vaste kost die blijft hetzelfde. Maar inderdaad, 25.000 euro, ja. En de blinden of slechtzienden, die krijgen die hond gratis. Het is wel zo dat een blind of slechtziende kandidaat voor een geleidehond kan een aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wordt het dossier goedgekeurd, dan krijgt hij 13.000 euro en dat vragen wij door te storten naar de blinde geleidehondenschool. Moest nu zijn dat het dossier niet wordt goedgekeurd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en wij vinden dat de mobiliteit vergroot wordt, dan krijgt hij de hond toch gratis. En uiteraard is dan de kost volledig voor ons. Ja, dan komen we natuurlijk bij de fondsenwerving en het geld dat jullie nodig hebben en wat vrijwilligers kunnen doen. Ik wil de vragen van Germain en Anja misschien wat samengooien, want ze gaan over de dopjes van drankflessen. Hè. Verzamelen jullie dat nog altijd? Wat doen jullie daarmee? Hoe komt dat bij jullie? Ja. En dat is dan ook meteen een oproep voor vrijwilligers. Wij zoeken nog chauffeurs om die dopjes gaan op te halen. Wij hebben 2 busjes die de ganse week rondrijden en 5... een van onze 500 of alle 500 punten aandoen waar mensen hun dopjes kwijtgeraken. En wij gaan die dopjes dan ook uitsorteren. Die worden geleverd aan een bedrijf in West-Vlaanderen. Zij maken daar granulaat van en dan krijgt dat een tweede leven als parkmeubilair of paletten. Ja. Wat voor vrijwilligers zoeken jullie eigenlijk? Want we hoorden nu al pleeggezinnen, hè, hoe je dat kan worden en wat de verschillende gradaties daarin zijn. Maar stel, ik kan of wil dat niet doen, maar ik wil wel een andere bijdrage leveren als vrijwilliger. Ik kan met dat busje rondrijden voor de dopjes, hoorde ik net ook. Maar wat zoeken jullie nog aan vrijwilligers? Het is ook zo dat wanneer de klas is, en dat wil zeggen als de blinde gematcht is met zijn hond, dan komt hij 14 dagen naar het centrum. Zij verblijven dan op het centrum om leren om te gaan met hun hond. En zij eten hier, zij leven hier. Ook daar hebben wij weer vrijwilligers. Mensen die eten komen maken en daarbij helpen. Onze acties. We hebben ook een eetdag. We hebben ook een quiz enzovoort enzovoort. Dus we hebben ook op onze website heel veel informatie waar dat mensen terecht kunnen om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger. Maar voor iedereen is er wat wils. Anne maakt zich een beetje zorgen, heb ik de indruk, in de app over de energie van honden. Want je weet, zo'n pup heeft natuurlijk energie te over. Dat moet je allemaal een beetje kanaliseren tijdens de opleiding. Maar wat met later, als zo'n hond inderdaad toegewezen wordt aan iemand, ja, die kan natuurlijk niet de hele tijd rondspringen. Dat moet in eerste instantie een hond zijn die rustig blijft. Dan kan die nog genoeg energie kwijt later. Ja, het is een heel goede vraag, want in eerste instantie zijn onze geleidehonden ook honden. Wanneer zij een harnas dragen, dan zijn ze aan het werken. En dat is ongeveer 20% van de ganse dagindeling. Dus het is ook belangrijk dat onze honden zich ook correct gedragen als zij huishond zijn. Dat is 80% van hun tijd. Dus als zij thuis zijn, dan moeten dat ook aangename honden zijn en moeten zij bijvoorbeeld niet stelen of in het slopen. Dus het moeten heel stabiele honden zijn. Maar dat kan dus wel, als je die tijd maar goed in de gaten houdt. Je moet zorgen dat je niet over die 20% gaat dan. Absoluut, ja. Ja, ja. En een puppy opvoeden is ook een beetje gelijkaardig aan een baby opvoeden. Als een baby te veel prikkels krijgt en hij kan die niet verwerken, of zij kan die niet verwerken, dan gaan ze in stress komen.
En dan gaan ze wenen en huilen en verveeld gedrag vertonen. Dus het is ervoor zorgen, goede balans tussen inspanning en ontspanning. Dus ook een aantal, beperkt aantal prikkels en die prikkels opbouwen, maar altijd onder een goede omstandigheid. Dat dat ook geen traumatisch verhaal wordt. Dus het is veel geduld hebben, goede balans tussen inspanning en ontspanning. Arthur, je had het net al over wat er gebeurt met honden. De helft van de honden die jullie voorzien als geleidehond, ja, die halen het niet, die halen het einde van de opleiding niet. We weten al wat er dan met die honden gebeurt. Daar gaan jullie op zoek naar mooie oplossingen, zodat ze toch een soort dienstbaar leven kunnen leiden. Davy vraagt zich af op bedrijvendagvirtueel.be, op basis van wat wordt een hond nu al dan niet afgekeurd? En wat is het meest voorkomende, de meest voorkomende eigenschap waarop een hond wordt afgekeurd tijdens de opleiding? Er zijn twee belangrijke facetten. Enerzijds medisch. Daarom hebben wij ook twee dierenartsen om erop toe te zien dat wij met het beste materiaal kweken. Wij hebben ook vrij strenge protocols, dat heb ik in het filmpje verteld. En anderzijds gedragsmatig. Het is heel belangrijk dat we stabiele honden hebben. Dat wil zeggen dat die honden geen overdreven gedrag hebben naar speuren, snuffelen. Uiteraard, het is ook niet wenselijk dat een hond reageert op een balletje. Je loopt voorbij een school met een hond aan het werken en er loopt een bal de straat over. Het is niet wenselijk dat die hond achter die bal aangaat. Dus het zijn honden die zeker geen jachtlijn mogen hebben. Charissa vraagt ook hoeveel, want we hebben het over de vrijwilligers gehad en dat netwerk kan niet groot genoeg zijn, heb ik begrepen. Maar hoeveel mensen werken er eigenlijk bij het Belgisch Centrum Geleide Honden? Op dit moment hebben wij 15 fulltime equivalenten, fulltime mensen in dienst en 5 interim medewerkers. Een beetje afhankelijk van, hebben wij een nestje met puppies dat moet verzorgd worden en ik denk iets van 120 actieve vrijwilligers. Arthur, het is vandaag Werelddierendag, hè? Is dat nu een speciale dag in het centrum? Worden de honden extra verwend? De pupjes worden zeker extra verwend vandaag. Ja. We hebben op dit moment een nestje, een kruising tussen Labrador en een koningspoedel. En ze zijn onwezenlijk schattig, absoluut. Ja. Ja. Hoe lang zit u er al? Want ik zie die oneindige glimlach op uw gezicht. Het werkt zeer aanstekelijk. De hond achter jou helpt een beetje mee aan dat beeld. Hoe lang ben jij al betrokken bij het centrum? Want het lijkt alsof je er een dag zit, zo enthousiast ben je. Ik denk dat ik bij BCG betrokken ben sinds 2014 en echt operationeel sinds 2018. Kijk, als we allemaal een shot positiviteit nodig hebben, dan moeten we bij het Belgisch Centrum voor Geleide Honden gaan werken, denk ik. Arthur van den Bos, mag ik je bedanken voor je tijd op deze VOCA Open Bedrijvendag. Dank je wel om het centrum open te stellen, virtueel, en te antwoorden op al onze vragen. En ik weet dat het niet mag, maar geef ze toch maar allemaal een knuffel daar in het Belgisch Centrum Geleide Honden. Dankjewel, Arthur. Ja, ik zeg het. Bedankt. Dag. Het Belgisch Centrum voor Geleide Honden. Meer goedgezind kan je er niet van worden. Heerlijke beelden. Als u de rondleiding hebt gemist, die een half uurtje geleden hier kon zien, geen nood, op bedrijvendagvirtueel.be blijft die rondleiding staan. Net als alle andere rondleidingen liever, die vandaag al de revue zijn gepasseerd. Dat was onder meer zo bij de Belgische Marine, bij Roularta Media Groep, bij Stokerij Rubbens. Zijn we ook geweest bij Bellewaard, het Belgisch Centrum voor Geleide Honden en de politiezone Ruppel. Nog één bezoek. Ja, zo snel gaat het vandaag op Open Bedrijvendag. Nog één bezoek hebben we voor u. Over een half uur kloppen we aan bij de mensen van Skies. Wat is Skies? Wel, dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat als wij allemaal met het vliegtuig opstijgen, in de lucht niet tegen elkaar botsen. De luchtverkeersleiders van Skies. Altijd al willen weten hoe het er daar aan toe gaat achter de schermen? Dan hebben we een afspraak voor het laatste bezoek van vandaag om 4 uur bij Skies. Tot zo. VOCA Open Bedrijvendag gaat volop voor virtueel. Neem op zondag 4 oktober een kijkje op openbedrijvendagvirtueel.be en ontdek het programma van onze live virtual day. All systems ready. Vier samen met ons onze 30ste verjaardag en laat je inspireren door een unieke blik achter de schermen bij Vlaamse en Brusselse bedrijven. VOCA Open Bedrijvendag op 4 oktober. Samen met het agentschap Innoveren en Ondernemen, Trends, De Zondag 1 en Radio 2.